mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag is het een unboxing. Want ik heb een leuk pakketje gekregen. En het pakketje is van girlsbag.nl. En vandaag ga ik hem voor jullie unboxen. Dus heb je er zin in? Doe dan vast gezellig je duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we beginnen. Girlsbag is een soort van een box met allemaal zomer must-haves. Je kunt de box bestellen voor 15 euro plus verzendkosten. En de waarde dat er in de box zit is 80 euro. Ik zeg van, laten we het gewoon openen. Even kijken, ik heb nog helemaal niet ingekeken wat erin zit. Kijk, er zit een leuke ananas. Ik heb wel op internet bijna gezien wat erin zit. Ja, ik zag gewoon een foto voorbij komen. Dus volgens mij is er wel nagellak in. Maar verder heb ik zo snel mogelijk weggeklikt. Omdat ik gewoon niet wil zien, niet echt wil zien wat erin zit. Omdat het dan het allerleukst is. Want dan een boxje voor de camera. Goed. Ah! Ananas. Door de helft. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij zit er ook een tas in. Ja, ik heb al best wel veel gezien eigenlijk wat erin zit. Hij is open. En er zit een ding voor. Yay! Oké, er zit dus een boekje in. Even kijken. Er zit dus dit in. En op de achterkant staat er wat erin zit. Alsjeblieft, hier is jouw girls bag. Heel veel plezier met de producten en een fijne zomer. Het is natuurlijk niet echt meer zomer. Of is het nog officieel zomer? Jawel toch? Oké, het is officieel nog zomer. En dit is hoe het er nu uitziet. Zoals je ziet zit er een tasje in. Best wel handig. En goodies. Dus laten we snel beginnen. Even kijken. Dit is het tasje. Dit is een soort van een linnen tasje. Dat echt super handig is. Ik gebruik het altijd om boodschappen mee te doen. En er staat be a pineapple, stand tall, wear a crown and be sweet on the inside. Aww, wat leuk. Deze is echt leuk. Deze gaat mee als ik boodschappen ga doen. En dan zie ik Just Nuts. En dit is een soort van een verantwoorde reep. En dat is best wel grappig. Want voor mijn stage heb ik dus de eigenaars van Just Nuts ontmoet. Of nou ja, eigenares. Of nee, wacht. Ik heb in ieder geval één vrouw ontmoet en zij was één van de eigenaars. Dat is best wel grappig. Wat gaat er nou boven gratis eten? Dat weet ik ook niet. En hier heb ik nog Katja, apenzuur, snoepjes. Altijd lekker. Dan zie ik hier nog iets om te eten. En dat is van, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitspreken, maar dit is Naked. 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 Maar dit is ook zo'n soort van een gezonde reep. Alles is volgens mij raw en vegan. Ja, dan heb ik hier nog een monstertje. En dit is Biofreeze Gel. De koude therapie. Oh, dat is voorbij als je spierpijn hebt of gewrichtspijn of blessures. En dit is hoe het eruit ziet. Oh, en volgens mij zijn dit de nagellakjes. Wat leuk, van Heroom. Want dat zijn best wel prijzige nagellakjes altijd. Ik zal ze even uit de doos toveren. Drie kleuren. Oeh, er vliegt iets. Oké, te ver weg. Oh, drie vet zomerse kleuren, hé. Hey. Een groene, een gele en een oranje. Cool, ik denk dat mijn zusje hier heel erg blij mee zou zijn. Gaat terug in de doos. En dan is er een mini van een deo. Altijd handig om mee te nemen. Ik krijg het niet weg, maar... Doet me echt denken aan middelbare school. Want dat was volgens mij echt van Vogue. Ja, volgens mij was het echt mijn middelbare schooltijd deo. Doet me daar echt heel erg aan denken. Oeh, baby lips. En dit is de Balm & Blush in de kleur Booming Ruby. Dit is hoe het eruit ziet op mijn hand. Blij mee. Ik had hem eigenlijk nog niet voor mijn eigen gebruik. Ik had hem wel een keer weggegeven bij een winactie, maar ik had hem zelf nog niet. En er zit een mascara in. Dit is de Extreme Black Volume Colorist Mascara van Rimmel London. Dit is hoe het eruit ziet. Even kijken. Oeh. Borsteltje ziet er goed uit. Maar ik had wel volgens mij een soort van een andere Rimmel London mascara. Daar was ik niet zo tevreden over. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Dan is dit. Wat is dit? Een Lebara prepaid simkaart. Oh, is een Lebara simkaartje. Maar we hebben er al één thuis. En wat is dit? Dit is Natural Flavors and Colors.
Is dit gewoon frisdrank? Volgens mij is dit gewoon frisdrank. Dit is één. Natural flavors. Ja, dit is gewoon frisdrank. Twee blikjes frisdrank. Wat is dit eigenlijk? Oh, dit is een armband. Oh, dat is leuk. Kijk. Ik zal hem even omdoen. Aw, cutie. Best wel schattig. Dit is hoe hij eruit ziet. Oh, dit is best wel leuk. Ja. Blij mee. Wat is dit? Mogen we 86 seconden van je lenen? Gelukkig, je bent niet de enige. De enige met wat? Wat? Huidcontactspray helpt bij voorkomen van huidirritatie. Oeh, ik weet echt niet wat dit is, joh. Oh, er zit wat in. Dit is... Bedankt. Wat? Wat is dit? Voorkomt huidirritatie veroorzaakt door huid op huid of huid op stofwrijving in lease, dijen. Oh my god, dit is zo handig. Oh, dit had ik echt nodig toen het zo warm was. Want ken je dat gevoel dat je dus een rokje aan hebt of een jurkje. En dan is het super warm. Dan zweet je dus echt overal. En dan ga je dus lopen en dan wrijft het zo vreselijk erg. Dit had ik toen nodig. En dan heb ik hier... Oeh, wat is dit? Een thee. Een zakje met thee. Nee, verder zitten er eigenlijk alleen maar... reclame dingetjes in. Even kijken, wat heb ik hier voor mooie dingen. Een visagie cursus, workshop dinges, cadeaubon. Super chill. En dit is 10% korting. Een week lang gratis korten. Misschien moet ik dat even doen. En reclame dingetjes. Goed, en dat was het. Volgens mij was dat hem. Ja, dat was wat er allemaal in zat in de box. Of bag of box. Ja, wat is het nou eigenlijk? Heel bedankt voor het kijken van deze video. En laat me ook even in de reacties weten als jullie ook een girls bag hebben gekregen. En wat jullie ervan vonden. En ja, hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!